vandaag is er weer een nieuwe ontmoeting met een lunch. Dus mensen kunnen zich dan aanmelden om mee te lunchen. En je zit dus eigenlijk met allerlei mensen vanuit Baren aan tafel. En je weet dus ook niet met wie je aan tafel zit. Maar dat vond ik juist ook een heel leuke geste. De vorige keer met het diner ook. Ik hoop dat dat ook weer gaat gebeuren. Er wordt gezamenlijk gekookt door vrijwilligers. Ja, je zit allemaal met nieuwe mensen aan tafel. En ja, kom gewoon voor die ontmoeting, want dat is altijd heel leuk. En er is afwisselend muziek. Soms zijn wij er en soms is er een pianist. Of wie muzikaal is mag ook komen. Of een voorstelling geven, vind ik ook altijd heel prachtig. Maar goed, dat is aan de leiding hier. Nou, in de Boemerang organiseerden we eigenlijk 2 wekelijks buurtmaaltijd. Ja, toen kwamen we hier vorige zomer en konden we geen maaltijden meer serveren vanwege corona natuurlijk. We zijn er toen nog even open geweest, maar met hele, hele kleinschalige activiteiten. Dus dit is primeur. Het is de eerste keer dat we hier de keuken gebruiken. En Mario, was het niet zo in de Boemerang dat jullie ook aan andere mensen vroegen, komen ze een potje koken hier? Absoluut, absoluut. Dus dat doen we hier ook weer hoor. Dus iedereen die het leuk vindt om lunch te maken. Voorlopig beginnen we op zondag eens in de maand. Maar ja, het mag altijd uitbreiden natuurlijk. Als we het een beetje kunnen beheersen natuurlijk. Want het moet geen dagtaak worden. Maar iedereen is welkom. Ook met een idee als ze zeggen van nou, ik wil het graag op, weet ik veel wat, zaterdagmiddag doen. Valt altijd over te praten. Ja. Hey, en mensen moeten zich wel even aanmelden. En hoe lang van tevoren? Tot 1,5 dag van tevoren kunnen mensen zich aanmelden. Ja, en hoeveel mensen kunnen jullie hebben? Wij zijn nu begonnen met 25. Daar rond zal het blijven. 25, 30. Afhankelijk inderdaad van wat er mag. Maar meer dan 40, dat wordt een beetje te gek. Het wordt geen bedrijfsrestaurant worden. Het moet ook gezellig en leuk blijven en te behappen. En mensen betalen een kleine bijdrage? Ja, we hebben nu voor de lunch 3,50. Als we weer een avondmaaltijd gaan doen, dan denk ik dat we weer, net als vorig jaar, 5 euro vragen. Dus we moeten ook even kijken van, of het uitkomt of niet. Het is allemaal nog een beetje proefdraaien. En kinderen gratis, geloof ik? Kinderen gratis, klopt. Ook voor de avondmaaltijd? Ook voor de avondmaaltijd. En wat ook leuk is, als je zegt van, nou, ik ken iemand die eigenlijk weinig geld heeft, maar ik vind het leuk als die meekomt eten, dan mag je voor iemand anders betalen. Dan praten jullie nergens over? Dan hebben we het nergens over. Nee, precies. Ook als je iemand niet kent en zegt van nou, ik doneer een maaltijd. Dan noteren we dat en dan kan daar iemand mee eten die wat minder geld heeft. Het is weer een fantastisch initiatief, hè? Dankjewel. En we moeten ook zorgen dat het hier blijft. Vinden jullie niet? Sowieso. Want we gaan niet nog een keer de hele boel schilderen. We zijn helemaal betoeterd. Dan is het wel voor het eigen belang, zeg maar. We zitten hier goed over en uit. Ja, Poorthuis is fantastisch. Bedankt, gemeente Baren.